allemaal nog even herhalen wat je net zei? Nou, Bert, ik zie hier prachtig werk liggen staan en hangen en liggen. De laatste dagen in je atelier zijn echt... Dit licht is echt zo onvergeeflijk. Nee, je komt wel wat leuks tegen. Dat is wel een mooi doekje, hè? Ik vind het heel erg gaaf. Ja. Met een figuur en een soort landschap. Ik vind de combinatie van dat abstracte met dat landschap echt heel mooi. Ja. Dus ga zo door. Ga zo door. Ga zo door. En deze vond je ook wel. Deze vind ik zelf ook wel... Wauw, echt wel geslaagd. Ja, een soort Rembrandt-achtig doekje. Nou. Niet overdrijven. Kijk, we hebben het wel over... Ja, ik ben druk aan het inpakken al. Er valt er een hoop weg te halen, hoor. Kijk, deze jongen ga ik niet zo gauw overtreffen. Alhoewel, in monochroom is het dan wat makkelijker. Maar ik heb de real deal gezien. Je ziet er toch wat anders aan. Maar je ziet het, er moet nog een hele hoop gebeuren. Dit moet allemaal nog leeg. Dit is trouwens van Giel Braat, hè? Dat is een ding. Ja, hij heeft toen mijn huis getekend. Die moet je inlijsten. Ja, dat moet ik ook. Maar ja, ik heb wat andere prioriteiten nu. Er ligt ook nog een hele mooie foto van Jacobus, volgens mij. Ja. Ja, ik wou eigenlijk deze... Foto van Jacobus? Ja, er is een foto van Jacobus gemaakt, voordat wij hem leerden kennen. En dan loopt hij... Ja, hij zag er natuurlijk altijd uit alsof hij onder een brug geslapen had. Waar heeft hij dan? Ja, die zit daar. Hier ook ergens tussen. Die zit daar ergens tussen, inderdaad. Nou, dit zijn alle postzakken die ik nog nooit opgespannen heb. En er zitten ook wel potentieel een paar hele mooie dingetjes bij, weet mooi, ik. Wat is dit dan? Een soort van cappuccino. Cappuccino? Nee, het is stilleven. Wow. Er is een hoop Rembrandt, ik heb een hoop Rembrandt. En mijn eigen variaties op Pollock. Wat gaan we doen? Ja, we gaan sowieso. Ik heb in de achterkamer een aantal dozen al klaar staan. Die moeten naar boven. Ik heb natuurlijk die zolder al een beetje leeg gehaald. Hij is wat lichter geworden, lijkt het. Nou, ik heb deze hoek hier zo. Dan heb ik nog wat. Waar denken ze aan, weet je wel? COVID! Het gaat alleen maar over COVID! Het is koud, hè, hier zo. Ja, we moeten aan de slag. Wat gaan we doen? Ja, dit ga ik gewoon bij op ons verkopen, denk ik, wat hier hangt. Misschien dat ik die hele wandel nog vol hang, dat ik dan maandag en dinsdag ook maar een sale hou. Ja, eerst maar eens die verhuizing plannen. Ja.